veel stichtingen die actief zijn tijdens de Horense Stadsfeesten. En ik heb begrepen dat Margaret Wagenaar een beetje de vertegenwoordiger van hen is, hè? Van ja, al die stichtingen. Dat mag ik vandaag doen. Ik sta hier namens 40 culturele organisaties in Horen. We zijn verenigd in Cultuur Horen en we zijn allemaal gek op de stad. We zijn allemaal gek op mensen ja, heel erg blij maken en met elkaar verbinden. Dus ja, kijk eens wat er om ons heen gebeurt. Het is fantastisch. Kun je ja, in een notendop vertellen hoe rijk het cultureel leven in Horen is? Nou, wat ik vooral heel, en dat spreek ik een beetje uit persoonlijke ervaring, wat cultuur natuurlijk is, is dat je ergens heel erg gek van bent. Het raakt je, je krijgt tranen van in je ogen, je moet er hard van lachen, het verandert je leven even. En ik zie in deze stad heel veel mensen die weten waar ze door geraakt worden en die dan ook een organisatie opzoeken, als vrijwilliger vaak, om bij te horen en om dan te zeggen, ja, maar weet je, dat is niet alleen voor mij, dat wil ik ook aan de stad laten zien. En wat mij betreft laten de stadsfeesten dat weer geweldig zien. Ze zijn zelf helemaal wauws van film. Het zijn 70 mensen die het hele jaar een beetje met elkaar te maken hebben, maar dan langzamerhand naar zo'n dag als dit weekend van vandaag toewerken. Dan worden er allemaal muziek ingestuurd. Dan wordt het allemaal geselecteerd. Dan worden de podia geboekt. Dan wordt er zo'n plan weer gemaakt voor in de stad. Ja, dat gaat allemaal vanuit die drive om dit te bereiken. Om te zien dat mensen ongelooflijk genieten van film, van muziek. Ja. Ik zeg film omdat dat een beetje mijn dingetje is. Maar ik sta hier absoluut namens 40 organisaties. Museum Stoomtram, waar de stoomtram echt mensen raakt. Er werken 250 vrijwilligers. Ja, zo kan ik er 40 mensen, organisaties noemen. Dus wat is cultuur Horen? We staan voor, en dat wil ik er wel aan toevoegen, we staan ook echt voor kwaliteit. We willen het ook echt op een goede manier. Alle voorstellingen beginnen op tijd. De publiciteit is goed. En ja, we zijn als cultuur Horen een netwerk. Dus we zijn met elkaar verbonden. En we proberen elkaar te overtuigen van elkaars gekte. Dat is ook wel leuk om te zien. Dat is niet te doen soms, maar het is wel zo dat we allemaal ergens door geraakt worden. En we zijn ook een contactpersoon voor de gemeente. Want de gemeente die heeft het natuurlijk heel gemakkelijk als al die organisaties zo dicht bij elkaar zijn. Dan kun je op die manier ja, in één keer informatie delen. Dus de beleidsmedewerker van de gemeente is ook altijd heel direct met ons in contact en de wethouder ook. En hoe is het met de diversiteit gesteld tijdens de Horense Stadsfeesten? Nou ja, kijk, eigenlijk diversiteit is laat het verschil er zijn. Wat mij betreft. En het is gratis. Dus iedereen kan hier komen. Dat is natuurlijk gewoon al iets fantastisch. Dat de stad erin investeert. Zowel ondernemers als de gemeente trouwens. Maar vooral die groep van 70 mensen dan. En ja, diversiteit. Kijk, bij de stadsfeesten gaat het om muziek. Het gaat niet waar je vandaan komt. Het gaat niet om je culturele achtergrond. En je kan dus muziek insturen omdat dat jouw hart raakt. Dat is diversiteit. En dat geldt ook voor de vrijwilligers. Als je nu denkt, ik vind dit een tof feest. Ja, dan kan je je gewoon aanmelden waar je ook vandaan komt. En ik weet zeker bij alle onze culturele broers en zussen word je gewoon heel warm ontvangen. Omdat je aansluit bij dat gevoel waar zij zo gek op zijn. Ja, en er is ook veel variëteit in muziek. Hè? Ik heb gisteren een country optreden hier gezien. Zeker. Ik heb trance meegemaakt. Wat een avond, hè? Er is hip-hop dit weekend. Er is hip-hop, ja. Het is enorm. Kijk, ik ben niet de vertegenwoordiger van de stadsfeesten. Ik weet alleen dat dit een geweldig weekend is. Kijk, ik was net de krant aan het lezen op een terras. We staan gewoon voor op het Noord-Hollands Dagblad. Hè? Dus dit doet iets voor je stad. En dan staan we er niet met ellende of zo. Ik zal even de kop horen. Toneel van stadsfeesten. Grote foto, regionaal. Dus ja, kijk de horeca floreren. Kijk wat er allemaal gebeurt. Ik kan niet precies zeggen wat er allemaal gebeurt dit weekend. Dan moet je weer bij anderen zijn. Ik heb net wel de website bestudeerd. 121 shows op 10 plekken. Ja, ik vind het bizar. En ook in het Westfries Museum, hè, wat leeg is er dit weekend wat te doen. Dus ja, ik struikel haast over mijn eigen woorden zoveel. Ik ga dat niet promoten, want dan is het killing your day. Ik mag één ding wel promoten misschien. De stadsfeesten heeft een vervolg. En dat heeft vervolg, dat heeft het op het Oostereiland. En dat is 31 juli tot en met 2 september. Ook het cultuurweekend dan, hè, door organisatie Kunst en Cultuur. En dan komt Spinvis. Dat kan ik in ieder geval al roepen. We kunnen daar een aantal grote namen. We vertonen film en stadsfeesten. Live muziek. Vorig jaar Tim Akkerman. Just be there, zou ik zeggen. Maar voorlopig natuurlijk nu eerst deze stadsfeest. En wat ga je zelf dit weekend nog bezoeken? Nou, ik ben al aan het rondlopen en kijken. Er is van alles. Het is, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben een slenteraar. Ik slenter gewoon van A naar B. Kom mensen tegen.
oude bekenden enzovoort. Ik mag vanavond op de VIP-borrel, omdat we culturele broers en zussen zijn. En dat is in de Waag. Oh ja. Dus dan kijk je op het Stadsplein uit. Ja, niet verkeerd kan ik zeggen. Dan beleef je het op een hele andere manier. En dat is ook heerlijk om te zien.